In het Binnenlig handbal stonden de teams net voor kerst nog eenmaal op het parket, waar er voor het punteloze Isegem de kans was om hun supporters een geweldig kerstcadeau te geven met de komst van het Nederlandse Houten. De Nederlanders stonden voor aanvang met 3 punten net voor dit Isegem, waar ze bij de thuisploeg na diverse malen net niet het nu wel net wel willen laten gebeuren, al zouden ze er maar al te graag voor tekenen om een overtuigende zege te boeken. We spelen 10 minuten, het staat op dat moment 10 tegen 7. Isegem speelt net zoals in andere wedstrijden goed handbal, al laat zich dat nu wel vertalen in de score, zodat ze bij de rust al een mooie voorsprong hebben. Het staat op dat moment 21-14. Dat wil natuurlijk in het handbal nog niet zeggen dat je zegezeker bent, zodat de thuisploeg zeker bij de les moest blijven en dat doen ze ook. De Vos met de heerlijke 30-22. Isegem blijft steeds een 10-puntenkloof behouden en zo mag het net voor kerst hun eerste punten opschrijven in de Binnenlig-competitie. Het wint met 41-30 en zo sluit de promovendus het jaar op schitterende wijze af. Fenomenaal. We hebben er heel lang op moeten wachten natuurlijk, heel veel verliezen gehad. We hebben er veel uit geleerd, hard getraind. En nu op vandaag hebben we toch de eerste 2 punten binnen en dat dat toch wel bij heel veel spelers enorm veel deugd doet. Ja. Het was vandaag wel een match van erop en erover. Het was een zeer belangrijke wedstrijd om die eerste punten binnen te halen, om de start van die laatste plaats weg te gaan. Ja, en ook voor onze mentale toestand, dat we zeggen inderdaad, dat we nooit geen deugd telkens verliezen. Ook vaak met zware cijfers natuurlijk, het is ook vaak met 1 puntje verloren geweest. Maar nu, het is een enorme opluchting voor iedereen. Het is even alles druk ervan, even congé nu, even van genieten en dan volgend jaar weer volledig tegenaan.